Goedemorgen, ik ben Lynn van Santen en ik zit hier met Christel Kerklaan van Waterweg Werkt. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen Lynn. Nou, vertel eens, wat doen we hier? Nou, wij zitten hier om iedereen in Schiedam, Vlaardingen en Sluis op te roepen om naar Waterweg Werkt te komen. En Waterweg Werkt is een evenement, dat is op zaterdag 28 mei 2016. Waterweg Werkt is ervoor bedoeld om de bedrijfspoorten te openen voor iedereen die geïnteresseerd is. Het is een open bedrijvendag, dat klinkt heel saai, maar het is eigenlijk heel erg leuk. En wat is er allemaal te doen? Wat voor bedrijven doen er mee? Vertel eens wat. Aan Waterweg Werkt doen 45 bedrijven mee. Dat kunnen kleine bedrijven zijn, grote bedrijven. Het zijn bedrijven in de kunst- en cultuursector, maar ook haven en industrie. Dus mensen, families met kinderen, jongeren, mensen die een baan zoeken, die kunnen allemaal komen kijken. Oké. En op welke dag was het ook alweer? Zaterdag 28 mei 2016. En zijn er verder nog nieuwtjes die je kan melden? Dingen die misschien leuk zijn voor het publiek om te weten? Nou, wat misschien leuk is om te vertellen, is dat we bezig zijn om een app te ontwikkelen. Die is vanaf vrijdag 20 mei aanstaande te downloaden in de App Store en in de Play Store. En wat ook leuk is om te melden, is dat de bedrijven echt ontzettend leuke activiteiten hebben bedacht. Waarbij mensen echt zelf aan de slag kunnen. Dus als je bijvoorbeeld gaat kijken in de industrie, dan kun je zelf een las leggen. Je kunt hijskranen beklimmen. Je kunt workshops volgen. En op de website www.waterwegwerk.nl kun je precies vinden wat je waar kunt beleven. Dus er is een hele hoop proeven, beleven, hapjes, drankjes, kinderen. Gewoon een hele gezellige dag. En kan je nog wat bijzondere namen noemen van deelnemers van dit jaar? Nou, er doen 45 bedrijven mee. In Schiedam beginnen we de dag bijvoorbeeld bij Hatenboer Water. Dat is leuk om te noemen. Verder hebben we DFDS Seaways, Delta Hotel. Ja, eigenlijk alle leuke partijen in de stad doen mee. En nou, dat was op zaterdag 28 mei. Iedereen is welkom, vooral ook jongeren misschien. Wat kunnen jongeren ook nog allemaal daar doen? Is dat misschien nog leuk om te melden aan het publiek? Voor jongeren, ja, de bedrijven die vinden het ontzettend leuk om in contact te komen met jongeren. Vooral studenten, kom je net van school, zoek je een baan, ben je schoolverlater, dan ben je van harte welkom om te komen kijken en om in gesprek te gaan met misschien wel je toekomstige werkgever. Want er staan ook, als het goed zeg, vacatures op de website bij bedrijven die momenteel al mensen zoeken die je dan kan benaderen, toch? Ja, er zijn best wat plekken te vergeven. Dus ik zou zeggen, kom langs en steek je licht op. Nou, dat is leuk. En het was op zaterdag 28 mei. Iedereen is welkom. Tot dan. Heeft u iets te melden? Dan is een videopitch iets voor u. Het is gratis en snel. Kijk op www.waterwegwerkt.nl.